hebben inderdaad een meer gebruik van auto's. Je kan heel gemakkelijk stellen van allee, we moeten de mensen toch niet helemaal hun leven gaan sturen. Ik denk dat niemand hier aan deze tafel dat wil doen. Maar ja, volledig ontkennen en zeggen van kijk, we moeten eigenlijk niks doen, laat het maar betijen en iedereen moet zijn weg maar zoeken. Ik hoop dat u daar ook mee eens bent, dat dat ook geen manier van werken is. En ik ben ook heel benieuwd dan inderdaad naar de alternatieve voorstellen die vanuit Vlaams Belang in deze worden meegegeven in het kader van luchtkwaliteit. Want ik moet toegeven, nog in de commissie, maar nog aan deze tafel, hoor ik dat. En dan is het heel gemakkelijk om alle inspanningen die iets of wat inspanningen vragen, of maatregelen die wat inspanningen vragen, om die van de tafel te vegen. Maar ik denk wel dat we het eens zijn dat inderdaad mobiliteit vandaag niet oké is in Vlaanderen, dat onze luchtkwaliteit niet oké is en dat we dus maatregelen moeten zoeken om te zien hoe dat we mensen kunnen ondersteunen en mensen kunnen begeleiden naar een betere mobiliteit toe en naar meer luchtkwaliteit.